Nou, dames, daar ben ik dan. Het was een gigantische race tegen de klok voor mij. Dus ik ben ietsje later dan normaal gesproken, maar daar ben ik. En ik hoop jullie ook zo. Jingle Bells Rock. Dat is het onderwerp van vanmiddag. En hoe kom ik daarbij? Nou, wij hebben thuis een levensgrote jingle bell hangen. En vervolgens zag ik Dini Sprakel met een stempel aan de gang gaan, een jingle bell. En toen ontstond dus het idee. Ik was helemaal vergeten vanmorgen een berichtje te plaatsen dat ik vanmiddag weer live ga. Dat was niet zo handig. Dus dat heb ik net, nou ja, 5 minuten geleden of zo gedaan. Maar goed, het maakt niet uit. Iedereen kan altijd de video terugkijken. En er zullen denk ik heel weinig mensen zijn. Want ik zag bijvoorbeeld van Aletta al een berichtje. Ik heb een kerstborrel. Ja, het is natuurlijk vrijdagmiddag voor de kerst. Maar goed, we maken het gewoon weer gezellig met de mensen die er wel zijn. En we gaan zo beginnen. Ik draai dus als altijd jullie weer om. En dan laat ik als eerst eventjes de jingle bell zien. Let op hoor, daar komt hij. Oh, nog niet. Ja, het beeld is omgedraaid. En kijk, daar hangt hij. Echt een huge jingle bell. Echt zo'n ouwe. Kijk. Ah, hoe leuk is dat? Is die niet gaaf? Normaal gesproken hangt hij natuurlijk bij ons thuis. Maar ik heb hem even meegenomen om hem aan jullie te laten zien. Want hij is echt zo cool. En dit was dus de inspiratie voor de live-uitzending van vanmiddag. Dus ik ga jullie in de houder doen. Althans, mijn telefoon natuurlijk. En dan zien jullie gelijk in beeld komen wat we gaan maken vanmiddag. Even kijken hoor. Ik moet ook altijd oppassen dat ik de knopjes niet indruk. Even zien. Ja, nou. Een klein beetje kantelen. Ja. Nou, dit is toch echt helemaal mooi in beeld zo. En dit is dus wat ik jullie onder andere vanmiddag laat zien. Nou, is dat niet leuk? Ik vind het echt te leuk. Kijk, hoe cool is dat? Allemaal verschillende techniekjes, leuke dingetjes en vooral een leuk label. Want natuurlijk moest deze uitzending nog wel helemaal in het teken van kerst staan. Ondanks dat jullie waarschijnlijk klaar zijn met de kerstkaarten, net als ik. We moeten nog 2 op de post doen, maar ze zijn wel klaar. En nou ja, ik heb gewoon wel weer wat bedacht en ik denk, dit kan dan weer voor volgend jaar. Toch, dan heb ik dat alvast maar weer klaar. Goed, dus dit gaan we vanmiddag doen. Van het begin tot het eind. En ik laat jullie eerst nog eventjes wat anders zien. Want wat ik namelijk met deze bellen, die jingle bells, ook ga doen, is een kaart maken. Als het een beetje rommelig is, neem me dan niet kwalijk, want ik moest echt rennen en vliegen om alles hier voorbereid te krijgen. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje soepel gaat verlopen. Wat ik jullie van de week liet zien op Facebook, was het verschil tussen deze twee. Moet ik even kijken of ik de goede heb. Ja. En ik liet jullie toen ook zeggen, welke vinden jullie het mooist? Deze achtergrondjes heb ik gemaakt met de distressoxide. Ik zou bijna zeggen, uiteraard. Want ik ben groot fan van de oxide inkten. Vanwege natuurlijk de waanzinnige effecten die je er mee krijgt. En hoe leuk is het dan als je een beetje gaat uitproberen? Wat ik hier heb gedaan is met 2 kleuren,
gewerkt. De Fred Burlap en de Stormy Sky. Alleen hier ben ik begonnen met de Fred Burlap. En hier ben ik begonnen. En dat klopt trouwens niet. Dit is niet de goede. Welke was het nou? Wacht even hoor. Dit was niet met de Stormy Sky. Dit was met de Evergreen Bow. Zo. Kijk, dat past beter. Wat ik jullie hiermee wil laten zien is dat als je basis, als je wisselt van kleur qua basis en dus andersom gaat werken, krijg je totaal verschillende resultaten. En dat is gewoon echt super vet. Dus speel met je oxide-inkten. Het is echt de moeite waard en altijd verrassend. Nou, dat wilde ik jullie eventjes meegeven. Ik ben ook bezig geweest met de Pine Needle. Nou, afijn, ik ben met deze kleurtjes aan de slag geweest. Sparse Marmalade vond ik er ook erg mooi bij. En daar heb ik een aantal achtergrondjes mee gemaakt. Deze is met de Pine Needle gedaan. Deze dus. En daarop heb ik weer die magnifieke stempel gebruikt. De Glorious Gatherings van, ik dacht dat het 2 weken geleden was. Deze. Weet jullie nog? Die was in no time uitverkocht. En dat is niet verwonderlijk, want hij is echt vet. En hij, je kunt er echt heel erg veel dingen mee doen. Maar hij is net na de kerstdagen komt hij weer op voorraad bij de groothandel. Dus ik verwacht dat ik hem begin januari weer in huis heb. Dus hij kan alvast besteld worden. Goed, deze kaart is een variant op de kaarten die jullie al hadden gezien. Alleen wat ik hier anders heb gedaan is, ik heb hem gewoon gestempeld met VersaFine. Maar ik ben er daarna niet met de Black Sparkle embossing poeder overheen gegaan. Maar met de Judikins. En dit is de Peacock, Extreme Peacock. En het mooie hiervan vind ik dat de stempelafdruk wat gedetailleerder blijft. Als je hem gaat embossen met zwarte embossingpoeder, of dat nou sparkle is of niet, dan loopt zo'n hele fijn gedetailleerde stempel toch altijd een beetje dicht. Even kijken of ik die kaart ook meegenomen heb. Ja. Kijk. Deze is, hij is prachtig hoor, daar gaat het niet om. Maar je ziet dat hij zeg maar wat zwarter is, omdat hij is geëmbost met zwarte embossingpoeder. De Black Sparkle. Deze houdt veel meer detail door het gebruik van die andere embossingpoeder, waar ook zo'n gave sparkling in zit. Zie je wel? Dus het is maar weer om jullie te laten zien verschillende effecten door het gebruik van verschillende materialen. En daarom hebben we natuurlijk ook zoveel spullen nodig, toch? Goed, dat wilde ik nog even aan jullie meegeven. En wat dan opvalt aan deze kaarten, en de ervaren kaartenmakers weten dat, de niet-ervaren kaartenmakers zijn nog wel eens verbaasd als je het woord matten in de mond neemt. Matten is niet meer dan, zeg maar, een mat achter je kaart leggen, achter je topkaart. En dat voorbeeld ga ik eventjes demonstreren. Ik heb hier een achtergrondje gemaakt. Daarop wil ik nog deze bellen gaan doen. En dan heb je dus een leuk kaartje. Maar dat leuke kaartje wordt pas echt mooi als je hem gaat matten. Dus je doet er een achtergrondje achter in een contrasterende of een overeenkomende kleur. Een kleur die erin zit. Daar heb ik in dit geval voor gekozen. En vervolgens ga je dat weer plakken op je basiskaart. Kijk, en dan is die af. Daarmee maak je hem af. Daarmee maak je hem mooi. Ik zal er eventjes dit allemaal aan de kant, want dan kunnen jullie het beter zien. Dus de top is wat je hebt gemaakt. Daarachter komt de eerste, of eigenlijk de mat. Die is een paar millimeter groter aan elke kant dan je kaart zelf. Dan de topkaart. En vervolgens plak je dat geheel op je basiskaart. Dit is de standaard manier van
matten, zoals dat heet. Goed, heb ik dat ook maar weer een keertje uitgelegd. Dan gaan we... Oh ja, ik heb nog een leuk idee. Vorig jaar heb ik natuurlijk ook allemaal kerstkaarten gestuurd. En toen zei mijn zusje... Wow, heb je die zelf gemaakt? Ja, natuurlijk heb ik die zelf gemaakt, zusje. Ze zegt maar, wat een werk is dat? Ik zeg, ja, dat klopt, dat is een beste partijwerk. Ze zegt, maar dan is het zo jammer dat je hem naar mij stuurt en naar anderen stuurt. En dan is het dan. En op een gegeven moment gaat hij weg en dan verdwijnt hij. Ze zegt, waarom plak je er niet iets in wat we eruit kunnen halen, zodat wij die kaart ook nog een keer kunnen gebruiken, door hem naar iemand anders te sturen. Nou, ik vond dat eigenlijk wel een goede tip. Dus wat ik tegenwoordig doe, is eigenlijk een cadeautje maken van de kaart. Kijk, ik maak een label en dat doe ik altijd bijpassend bij de kaart zelf. En op de achterkant van de label schrijf ik dan mijn kerstwens of mijn verjaardagswens of wat het dan ook is. En die plak ik met een stukje washi tape vast. En wat ze overhouden is een leuk label. En als ze willen, kunnen ze de kaart dan nog een keer gebruiken om naar iemand te sturen. Nou, ik vond het echt een super goed idee. Dus eigenlijk doe ik dat altijd nu. Iedereen blij. En je mooie kaart krijgt nog een keer een tweede leven. Dat gezegd hebbende gaan we naar dit achtergrondje. Wat ik jullie net liet zien. Wat nog een kaart moet worden. De opbouw van een achtergrond is bijvoorbeeld werken met oxide. Die houden we nu maar eventjes erin. Het kan natuurlijk op verschillende manieren, maar voor deze keer is het de Distress Oxide Inkt. En om maar eventjes in kerstsferen te blijven. Wat ik vervolgens heb gedaan, is daar een achtergrondstempel op gestempeld. En ja, dit was er eentje die ik nog had. Maar bijvoorbeeld Creolis heeft ook een heleboel kleine achtergrondstempeltjes die daar prima voor te gebruiken zijn. Meer dan prima zelfs. En daaroverheen. Dit is eentje die heeft ook alleen nog maar een achtergrond. En dan moet ik even weer kijken of ik hem goed in beeld krijg. Zit hier al wat op? Oh ja. Daaroverheen heb ik in dit geval, want dit worden ook weer kerstkaarten. Even kijken. Dat is een hele hoop schittering. De Merry Christmas tekststempel gestempeld. En die zit... Nou ja, ik denk niet dat jullie het kunnen zien, maar misschien ook wel. Die heb ik in het wit er weer overheen gestempeld. En dat is een beetje wat een achtergrond doet. Er zit van alles in, zonder dat je het goed kunt zien. Maar doe je het niet, dan is het kaal. Hier heb ik ook de Merry Christmas opgestempeld. Maar deze heb ik... Kijk, en die pakt wel het licht. Deze heb ik vervolgens geëmbost met diezelfde embossingpoeder. Waardoor je een heel erg leuk effect krijgt. Heel subtiel, maar heel erg leuk. Ik geloof dat je hem hier... Ik heb hem op zijn kop wat beter kunt zien. Zie je wel? Hier zit die Merry Christmas tekst doorheen. Gestempeld met wit. Ja, deze is beter te zien inderdaad. Ik denk dat het licht er ook net iets beter opvalt. Of dat er net iets meer contrast is. Maar het blijft hoe dan ook subtiel, hè? Het is niet zo dat die letters eruit klappen, want dat is niet de bedoeling. Dus dat is de opbouw van een achtergrondje. Een van de vele mogelijkheden natuurlijk. En bij deze kom ik weer terug op de kaart. Heb ik deze gestempeld in het bruin. Gewoon als achtergrond. Kijk, en ook niet overal, her en der. En vervolgens heb ik ook weer de Merry Christmas in het wit eroverheen gestempeld. Even weer dichtbij houden. Kijk. En op die manier bouw je dus een achtergrondje op. Hetzelfde gaan we doen met het label. Althans, iets soortgelijks. Want ook daar moet natuurlijk een achtergrond op. Ik doe even mijn stempels weg.
voordat ik straks helemaal niet meer weet wat waarbij hoort. Zo. En de basis is een label van chipboard. Dat label heb ik in de gesso gezet. En doe dat aan beide kanten, want anders gaat hij krom trekken. Dat heeft te maken met vocht aan één kant en niet aan de andere kant. En doe je dat aan twee kanten, dan blijft hij mooi recht. Wat ik daarna heb gedaan, is met de Freight Burlap en de Stormy Sky. Oh, die Stormy Sky laat ik ook nog even zien. Ik dacht dat ik hem niet bij me had, maar dat gedetailleerde kun je ook hier heel erg goed zien. Hier heb ik eigenlijk de meeste van gemaakt. En deze heeft allemaal weer een achtergrond van oxide. Maar deze keer heb ik hem heel rustig gehouden. En dat heb ik gedaan met de Stormy Sky, omdat hij zo winterse uitstraling heeft. Ik vond hem echt, nou ja, gewoon mooi hierbij. Dus, nog even een tussendoortje. Kan allemaal als je live bent. Goed, we hebben dus de Stormy Sky en de Freight Burlap. En het, ik zal nog eventjes laten zien. Oh nee, dat hoeft ook niet. Jullie zien het wel als ik bezig ben. De Stormy Sky. Een chipboard label, bewerkt met gesso. Het enige wat ik dan doe is, en daar moet je wel een beetje gevoel voor hebben, want je moet niet te hard drukken en niet te zacht drukken. Maar je haalt zo de inktpad eroverheen. Kijk, dan ben ik hier niet helemaal begonnen aan het eind. Dus dat werk ik nog even bij. En dan doe ik dit. En dan wil ik hier ook nog ietsje meer. Kijk. Het begint nu al op hout te lijken. Dus dat is de Stormy Sky. Ik haal heel eventjes de heat tool eroverheen. Om te voorkomen dat de volgende kleur ermee gaat mengen. Even 10 seconden rustmomentje. Nou, ik gok het maar op dat hij droog is. Als ik het thuis doe, dan leg ik hem even aan de kant. Doe ik ondertussen wat anders. Maar we gaan het zien. Nu pak ik de Freight Burlap. En ook die haal ik er zachtjes overheen. Zo. Hier nog een beetje. Geeft dat geen leuk effect? Ik droog hem weer even met de heat tool. En dan leg ik hem even aan de kant, want dan gaan we eerst eventjes verder met de Jingle Bells. De Jingle Bells, dat is een forse stempel. Kijk maar. Hij is echt groot. En hij is van Penny Black en hij is eigenlijk bedoeld om in te kleuren. Het zijn brush stroke stempels. Dat betekent dat ze de stempel zo hebben gemaakt dat je hem niet, zeg maar, hoe noem je dat, solid afdrukt. Dus hij is niet helemaal dicht. Je krijgt meer inkt en minder inkt op verschillende plekken. Dat is best knap hoor, dat ze dat kunnen maken in een stempel. Wij gaan het anders doen, want ik ga
Natuurlijk met de Chunky Rust aan de gang van Seth Apter. Wat ik dan eerst doe is een stempelafdruk maken met Versamark. Goed je stempel beinkten. Met een stevige druk je stempel neerzetten. Goed aandrukken. En vervolgens zie je natuurlijk nog helemaal niets. Want het is een stempelafdruk met Versamark. Dus je ziet niets. Ik maak wel gelijk even mijn stempel schoon. En als ik de Versamark heb gebruikt, dan doe ik dat eigenlijk altijd het liefst met een babydoekje. Normaal gesproken gebruik ik de Stamp Chamois. Maar die Versamark die kleeft. Dus dat wil ik er heel goed en direct ook vanaf hebben. Dus die kan nu even aan de kant. Dan gaan we de Chunky Rust eroverheen strooien. En dan zal ik hem ook even dichterbij houden. Zodat ik jullie kan laten zien hoe bijzonder, althans dat hoop ik, dat jullie het kunnen zien, deze embossingpoeder is. Ik zal het even ervan aftikken. En dan een beetje kijken of ik het kan laten zien. Zien jullie hoe onregelmatig dat is? Ik geloof niet dat het goed in beeld komt. Maar geloof me, deze embossingpoeder is zo bijzonder omdat er verschillende structuren in zitten en verschillende materialen ook. En verschillende kleuren. En dat zie je als je gaat embossen. Wat we nu gaan doen. Daarvoor gebruik ik... ik ben helemaal fan nu van deze nieuwe embossing föhn. Die is van Wow en die heeft twee standen. En hij maakt behoorlijk herrie. Maar het gaat zo snel hiermee. Ik had hem eventjes eerder aan moeten doen. En wat ik net vertelde over de brush stroke stempel, wat dit is, is dat je dus dat de stempel niet massief afdrukt, niet solid. En dat zie je zelfs al met deze embossingpoeder. Kijk, hij is dus her en der niet dekkend. En dat is precies wat de bedoeling is. Want zeg maar de lichtere delen is het deel, zijn de delen waar het licht op valt. Dus die moeten lichter zijn dan de andere delen. Hey Wil, leuk. Je kunt altijd invallen. En anders kijk je het eerste deel nog even terug. Dat kan ook. Dus wat ik zeg, die lichtere delen, dat is dus eigenlijk precies goed. Want dat is waar de ontwerper van de stempel over heeft nagedacht. Zo van, daar valt het licht op. Dus daar moet het lichter zijn. Nou is dit, omdat hier nog niet geëmbost is, natuurlijk gewoon het papier. Dus dat gaan we nu eerst zeg maar inkleuren, maar dan met embossingpoeder. En dat doe ik met de Bone uit de serie van Mixed Media Poeder van Tim Holtz. Want die past er gewoon prachtig bij. Nu pak ik mijn Versamark. Versamarker moet ik zeggen. Nou ben ik net met die Versamarker over een
ondergrond gegaan, wat jullie straks gaan zien. Dus ik moet hem even schoonmaken. Zo. Maar over een ondergrond van grafiet. Dus dat zat nog aan mijn Versamark. Nou. Zo. Dus datgene wat, waar nog geen embossingpoeder zit, kleur ik als het ware nu in met de Versamarker. Dat is dat lijntje wat over de bal heen gaat. En die uitsparingen. En voor het effect vind ik het dan leuk om het her en der ook nog een beetje terug te laten komen. Om het weer één geheel te maken. En wat er dan straks van overblijft, dat zie ik wel. Even mijn blaadje. Dus dit is de boon van de Mixed Media Embossing Poeders van Tim Holtz of van Ranger. Dat is natuurlijk het merk. Oh. Even wachten, ik ben wat vergeten. Want doordat wij niet gaan kleuren, moeten we die schaduwlijnen een beetje op een andere manier gaan benadrukken. Dus hier gaat natuurlijk de ene bal over in de andere bal, maar dat zie je bijna niet. Dus dat ga ik een heel klein beetje aanzetten door hier wat lichte poeder ook te doen. En dan ga ik straks nog met een grafiekpotlood het wat meer benadrukken. Ik zet de embossing fijn vast aan. Het begint al ergens op te lijken, of niet? Ik zeg, dit is al een mooie basis. Maar we gaan hem nog mooier maken. Ik heb het er helemaal warm van. Ik heb even mijn vest uitgedaan en ik stroop mijn mouwen op. Wat ik nu ga doen, is nog wat meer roest aanbrengen. Dus ik pak nu de grove kant van mijn Versamarker. En ik ga kijken waar ik dat wil doen. Nou, dat is bijvoorbeeld hier. Dus dat kun je zelf een beetje bepalen uiteraard. Aan de onderkant van de bal, aan de onderkant van de bal is het natuurlijk altijd het donkerst. Daar komt geen licht. Ik vind dat hier iets te veel wit zit. Dus daar ga ik gewoon weer overheen. Er komt gewoon een nieuw laagje. En ook aan de zijkant is het natuurlijk wat donker. Of als je kijkt dat het licht vanaf die kant komt. Dan pakken we weer de Chunky Rust. En ik zet mijn embossing fijn vast aan.
En zo bouw je dus je ballen steeds een stukje verder op. Het hoeft niet, hè? Je kunt het ook bij één laagje laten. Maar het wordt wel steeds mooier en mooier en mooier. Ik ga het nog een keer doen. Want hij is nu een beetje... hoe moet ik het zeggen? Een beetje... Nou, het vloeit niet mooi over. Dat weet je ook niet van tevoren, omdat er verschillende structuren in die embossingpoeder zitten. Oh, dat is de verkeerde. Dus je moet altijd maar een beetje afwachten hoe het uitpakt. Het maakt ook helemaal niks uit. Want je kunt gewoon altijd bijwerken. Dus ik ga gewoon weer met mijn Versa marker her en der eroverheen. En dan ga ik nog één keer de Chunky Rust eroverheen doen. En dan hou ik het voor gezien. Omdat jullie er anders wel heel erg lang naar zitten te kijken. Maar ja, ik moet het toch een beetje goed uitleggen ook, hè. Anders zeggen jullie later van, hé, dat effect krijg ik. Dat lukt me niet om dat effect te krijgen. En nu wordt hij mooi. Ik heb toch het idee dat mijn licht... Sorry. Dat het licht hier iets minder is dan anders. Dankjewel Ingrid. Ik zie je reactie net voorbij komen. Omdat ik in mijn scherm kijk of ik het goed allemaal in beeld krijg. Dan heb ik nog een leuk... Ja, ik vind het echt een leuk dingetje. Wat ik hier heb is... steenpoeder. Dat is weer een apart goedje. Maar het past nou echt bijzonder goed bij roest. Omdat je op roest ook altijd van die beetje wit uitgeslagen, wittig uitgeslagen, doffe plekken hebt. Dus dat kunnen we hier ongelooflijk goed bij gebruiken. En hoe doe je dat? Nou, het is even een dingetje. Want ik ging vanmiddag ook al eventjes de mist in, omdat ik te hard wreef. Wat ik doe is, ik pak nu even de heat tool, want die maakt niet zoveel lawaai. Ik verhit weer eventjes de oppervlakte. Heel even. Ik pak een beetje van, echt een heel klein beetje van die steenpoeder. Dat laat ik erop vallen. En vervolgens gaat dat er heel zachtjes overheen. Zo, dit is genoeg. En dat ga ik dan vervolgens weer verhitten. En dat smelt dan samen met de ondergrond. Kijk, dus nu zit het er als het ware in. Dus dan is het ook wat minder zo. Hij moest nog net een tikje hebben. Hier ligt nog een stukje los. Kijk, en zo wordt hij steeds mooier en mooier en mooier. Want dit is echt wat je ziet in roestige dingen. Ik zal het nog op één plekje doen. Ik doe het hier even, zodat jullie het nog een keertje kunnen zien. Dus je verhit de plek eventjes, dat het weer warm is. Je pakt een heel klein beetje steenpoeder. Hop. Veeg dat uit met je vinger. Je veegt het eigenlijk in de oppervlakte. En dan ga je het nogmaals verhitten. En dan smelt het samen met de embossingpoeder die er al op zit. Maar het geeft echt een beetje dat verweerde effect. Nou, ik hoop dat het goed te zien is. Daar. En hier. Ja, inderdaad, Wil. Je krijgt echt die oude bellen zo. En dat is precies wat mijn bedoeling is.
Nou, wat we dan nog moeten doen is wat schaduw aanbrengen. En dat doe ik met een grafietpotlood. Die is trouwens onverwacht zwaar, zeg maar. Dat is natuurlijk logisch, want hier zit grafiet in. En het enige wat ik doe is aan deze kant wat schaduw geven. Zodat je wat beter kunt zien dat deze bal over die andere heen, of voor die andere hangt. Nou, dat doe ik ook een klein beetje hier. Dit is de donkere kant, zeg maar. Alhoewel ik geloof dat ik nu de donkere en de lichte kant een beetje door elkaar zit te halen. Maar goed, als je het op je gemakje doet, dan komt dat helemaal goed. En dan ga ik ook her en der een beetje eroverheen. En de knoppen krijgen wat meer accent. Alsof het metalen knoppen zijn. Zo. Nou, het ziet er wat rommelig uit natuurlijk, maar ik heb geen antistatische poeder gebruikt, omdat het hier niet nodig is. Want immers, we gaan dit uitknippen. Dat uitknippen, dat doe ik met mijn favoriete schaartje. Als ik zie waar die ligt. Ik werp een blik om mij heen. Ja. Gevonden. En dat kleine, dat microschaartje, het heet Microsnips van Tim Holtz, is echt geweldig. Die heb ik dus altijd voor het grijpen. En ik ga hem niet helemaal uitknippen, maar ik laat het jullie even zien. Zodat je ook goed kunt zien hoe klein dat schaartje is. En hoe fijn de punt is. Want daar krijg ik nog wel eens vragen over. Nou, hij is dus zo fijn. Dat je makkelijk overal bij kunt. Ook in de kleinste hoekjes. Oppassen dat ik niet te ver ga, anders ben ik straks dat draadje kwijt. Dat touwtje. Ik zal alleen eventjes de rechterkant uitknippen. Ik zie ondertussen vanuit mijn ooghoek slecht beeld soms. Ja, dat is raar, hè? Ik kan er toch echt helemaal niks aan doen, want het is hier altijd hetzelfde. Misschien dat het met de uitzending te maken heeft of zo, ik weet het niet. Maar goed, het kleine schaartje van Tim Holtz is dus top. Ik wou het maar even zeggen. Kijk, en dan ziet het er toch wel weer heel anders uit, hè? Als je het uitknipt en al die zeg maar, die rommelige omgeving kwijt bent. Ik ga hem dus nu niet verder uitknippen, want ik had dit voorbereid, dus er ligt er al eentje klaar. Wat ik jullie nog wel even wil meegeven, en ik zeg het keer op keer, als je iets hebt uitgeknipt, zorg dan dat je de randjes een kleurtje geeft. In de kleur van de voorkant. Want echt, dit maakt echt een wereld van verschil. Dus denk daaraan, het is zo'n kleine moeite en het wordt er zo ontzettend veel mooier van. Ik zie trouwens niet dat, ik zie nu een reactie van Marga, het beeld is blurred, dat is jammer. Dat zie ik dus niet hoor. Bij mij is het beeld in mijn toestel is goed. Kijk, dat het licht er niet altijd even goed opvalt. Nou ja, dat heb je nu eenmaal als je aan het filmen bent. Maar ik vind het wel vervelend als het inderdaad blur is. Nou, ik hoop dat het uiteindelijk, als ik het filmpje heb geüpload, dat het dan goed komt. Als je er terugkijkt, dat je dan de juiste versie ziet. Want volgens mij is op zich de opname goed. Kijk, want dit is toch echt prima. Althans, ik zie het prima.
Oké. Ja, dat randje is inderdaad de finishing touch. Daarmee maak je het echt af. Goed. Ik had dus al een uitgeknipt exemplaar. En nu gaan we terug naar het label. Hier moet nog natuurlijk, dit is de basis. Nu gaan we een achtergrondje opbouwen. En dat doe ik door het gebruik van deze fantastische stempel. Ik wil op deze manier een stukje van deze stempel erop hebben. Want het gave van deze stempel is dat je hem ook deels kunt gebruiken. Ik gebruik hiervoor de Pinecone van Versa. En ik zet gewoon mijn stempelafdruk zoals je dat gewoon bent te doen. Dat blok zit er trouwens bij de stempel. Dus je hoeft niet te denken, wow, ik heb nooit zo'n grote stempelblok. Nee, daar is over nagedacht, want die wordt meegeleverd. Daar is die. Kijk, en nu begint die achtergrond te leven. Ik maak gelijk even mijn stempel schoon. Met de stempchamois. Altijd bij de hand ook. Mijn halve tafel is altijd al gevuld met dingen die ik altijd bij de hand wil hebben. En dan blijft er soms maar weinig ruimte over om aan te werken. Maar goed, het zij zo. Zo. Ook hier haal ik heel even de heattool overheen. En dan kan die zo weer even verder drogen terwijl wij met het volgende aan de gang gaan. En dat is namelijk, ik zal eerst even zeggen waarom dat ik die volgende stap doe. Toen ik dacht eerst, dit is wel goed zo en daar kunnen die ballen prima op. Dat kan, maar het kon ook nog wel een stukje leuker. Dus wat heb ik gedaan? Uit deze set van Tim Holtz heb ik deze gepakt en uitgestanst. Even zo, kijk, dat is deze. Die ga ik nu wel even snel uitknippen. Zo. Sommige delen laat ik zitten, sommige delen haal ik weg. Je kunt hem ook gewoon zo knippen. Dat is ook prima. Maar ik vind het een beetje rommelig, dus ik knip hem netjes. En deze gaan we dan vervolgens embossen. Oh, ik heb het trouwens verkeerd gedaan. Dat is ook dom. Ik heb de verkeerde kleur gepakt voor de achtergrond. Nou, maakt niet uit. Ik had hem willen stempelen met de Morning Mist. En ik heb het nu met de Pinecone gedaan. Het is allemaal geen ramp. Maar het effect wordt een beetje anders. Kijk, in het voorbeeld heb ik hem gestempeld met de Morning Mist, dat is een grijze tint. En dat was eigenlijk mijn bedoeling. Maar we doen het er nu gewoon mee. Ik ga al eventjes de Versamark pad over dit hekwerk. En dan gaan we hem embossen met de Weathered Wood. Dat komt van dezelfde fabrikant als de Baked Textures.
En was verrassend genoeg ook een beetje hetzelfde qua structuur. En dat zal ik jullie laten zien. Kijk. Oh, dan moet je weer scherp stellen. Ja, dat snap ik. Ook hier zitten... Dit is wel dezelfde dikte, maar er zitten verschillende tinten in. En dat geeft ook echt een super gaaf effect. Ja, hij heeft alles gepakt. En bossingfoam gaat aan. Zien jullie hoe razendsnel dat ging? Het is echt, echt fijn. Nou, hoop ik weer dat jullie dat goed kunnen zien. Want dat scherpstellen, dat snap ik wel. Want hij stelt zeg maar hier op scherp. En als ik naar voren kom, moet hij opnieuw scherpstellen. Dus ik moet dat eigenlijk heel erg langzaam doen. Maar als ik dat heel erg langzaam doe, dan duurt het zo lang voor jullie. En nou is dit natuurlijk wel weer een uitdaging. Ja, je kunt het een heel klein beetje zien. Kijk bij mijn vinger. Nou, het is weer een heel bijzondere kleur. Goed, zonder dat ik nu alles ga afmaken. Want deze komt dus hier overheen. Hier komen de ballen op. En daarom heb ik gekozen voor... deze kleur embossingpoeder, de Weathered Wood. Want dat zit een beetje dat grafiet in, wat ook in de ballen zit. Dus dan komt dat mooi terug, waardoor je weer één geheel krijgt. En ik vind echt dat bruin nu niet mooi erbij. Maar goed, we doen het ermee zoals ik al zei. Alhoewel ik erover zit te denken om. Eens even kijken wat er gebeurt hoor. Dan wordt het waarschijnlijk een smeerbol. Maar misschien ook niet. Ik denk dat dan de ondergrond, ik probeer het nu weg te poetsen zoals jullie zien. Maar ik denk dat dan de ondergrond, ja die gaat ook mee. Want die distressoxide, die gaat natuurlijk ook werken. Dus dat gaat hem niet worden. Maar misschien ontstaat er ook wel iets heel moois, hè. Zullen we eens even kijken hoe dat gaat doen. Want dat bruine, dat irriteert me eigenlijk toch. Want dat past gewoon niet mooi bij het geheel. En volgens mij komt dit best goed zo. Het wordt anders. Met name dus de achtergrond wordt anders. Maar ik denk dat het resultaat zo direct ten goede gaat komen. Want dat bruin was er gewoon niet mooi bij. Kijk, dat er wat bruin op de achtergrond zit, dat is prima. Maar het was te nadrukkelijk aanwezig. Nou, dan ga ik er nu even wat steviger overheen. En zo zie je maar. Ook als iets niet gaat zoals je had verwacht. Dus waarvan je denkt van, oh, dat gaat fout. Je kunt er altijd wel weer iets van maken. Kijk, want dit is natuurlijk ook een hele coole achtergrond. En zo zien jullie gelijk dat het bij mij ook wel eens misgaat. Echt waar. Nou, 10 keer beter.
veel mooier. Kijk. Precies. Ik had je reactie nog niet gezien, Maria, maar het is echt veel mooier zo. Neem niet weg dat ik nog steeds vind dat wel die achtergrondstempel erop moet. Dus ik ga hem weer eventjes droogblazen. En voordat ik dat ga doen, laat ik jullie eerst even zien hoe ik dat takje heb gemaakt. Dat was eigenlijk heel simpel. Ik heb die grafietpotlood gepakt. Dat hoeft niet met grafiet, maar die had ik toch hier liggen. En ik ben gewoon een beetje gaan schetsen. Een takje gaan schetsen. En ach, hoe ziet een takje eruit? Nou, dat is niet zo heel spannend. Takken zien er altijd een beetje, niet altijd, maar vaak een beetje kronkelig uit. Nou, we doen maar gewoon eventjes wat. Zoiets. Want aan dat takje komen zo direct die ballen te hangen. Maar die hangen natuurlijk niet in de lucht. Dus ik vind het een mooi takje. Daar ga ik dan weer overheen met de Versamark. Ja. En zo kreeg ik dus die grafiet aan mijn Versamark. Kijk maar, hij loopt helemaal uit. En die tak. Heb ik vervolgens geëmbost met de Burnt Copper Leaves. Even kijken. En dat is een hele mooie, ja, zeg maar mosgroen mengsel. Ik denk dat je het zo direct wel kunt zien als ik het op het papier heb liggen. Zo. En nu kleeft het nog op de ondergrond, want die is natuurlijk nog nooit helemaal droog. Die heb ik alleen even snel droog geblazen, maar niet droog genoeg. Dus dan haal ik met een kwastje eventjes datgene weg wat er niet hoort te zitten. En ondertussen ben ik al veel langer bezig dan ik normaal doe. Maar we gingen ook ietsje later van start. Zo. Dus dit ga ik weer embossen. Ik zet de föhn weer aan. En deze is ook alweer zo mooi. Nou, nu, ik ga het er niet op plakken, want het kost allemaal tijd. Het gaat erom dat jullie nu hebben gezien hoe het in zijn werk gaat. Wat ik nog wel even ga doen, is de stempel erin de juiste kleur opzetten. Namelijk met de Morning Mist. Dit was hem. Want dat is zo gebeurd. Kijk, dat is wat ik bedoel. En dan ben ik toch, soms dan denk ik van, ach, ik laat het ook gewoon zitten. Maar uiteindelijk doe ik dat toch nooit. Want dat irriteert me dan toch als ik dat niet herstel. Dus ik herstel het liever, maar dit matcht. Dit is echt prachtig. Stempel gelijk schoonmaken. En dan komt dus nu dat hekwerk erop. Kijk, en die kleuren combineren ook weer geweldig. En de ballen komen daar overheen. De ballen komen aan het takje te hangen.
En dan krijg je iets anders, maar toch wel soortgelijk. Dit als resultaat. Goed, deze ga ik eventjes buiten de camera afmaken. Deze komt in de nieuwsbrief te staan die er morgen weer uitgaat. Zoals jullie van mij gewend zijn, krijg je de nieuwsbrief nog niet. Ga dan eventjes naar www.cosacreatief.nl/newsletter. Of ga gewoon naar cosacreatief.nl en rechtsbovenaan kun je dan inschrijven voor de nieuwsbrief. Ik vond het erg leuk dat jullie er weer bij waren. Toch nog met best veel. Ben ik nog wat vergeten eigenlijk? Ik geloof het niet. Ik ga toch nog even proberen deze wat dichterbij te houden. Ik ga hem natuurlijk nog goed op de foto zetten. Zo. Maar goed, in de nieuwsbrief krijgen jullie de goede foto te zien. Hij is uiteraard anders geworden dan deze, omdat ik ben gaan smeren. Maar dat maakt niet uit. Hij is minstens net zo mooi. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week ben ik er niet. En 4 januari ben ik er zeker wel weer. Is dat 4 januari? Ja, dat is 4 januari. Dus morgen nog een nieuwsbrief. Zorg dat je hem niet mist. Ik wens jullie ongelooflijk fijne dagen. En een hele goede jaarwisseling. En natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar. Dank voor